Ik vind dat ouderen net zo goed als in ieder ander in de auto mogen stappen, op de fiets mogen stappen. Alleen is het wel heel belangrijk om ze te laten zien waar ze kwetsbaar zijn. Ik vind rotondes moeilijk, met alle fietsers die heen en weer gaan en langs je heen flitsen. Ik denk zelf dat de mensen daar heel erg bang voor zijn dat wij het rijbewijs af zouden pakken of zo. Maar dat is niet onze bedoeling. De bedoeling is juist dat mensen blijven rijden. Het aantal 60-plussers met een auto is sinds het jaar 2000 verdubbeld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland vergrijst, en dat blijkt dus ook op de weg. Maar dat is volgens Veilig Verkeer Nederland niet zonder risico. Ouderen die hebben natuurlijk ook wat beperkingen. Ze zien wat minder, hun reactiesnelheid gaat wat omlaag. Ook de mate van kennis van verkeersregels wordt wat moeilijker. Dat betekent dat we daar ook veel inspanning moeten doen om wel te zorgen dat deze doelgroep, die toch kwetsbaar is, ook aan het verkeer kan blijven deelnemen. Het komt niet omdat de mensen niet kunnen rijden, want ze kunnen best wel rijden. Maar ze moeten af en toe even de theorie bijspijkeren. En even een keer bij een instructeur in een auto stappen die eventjes helpt van let nou eens even hierop, let eens even daarop. Jan Kools heeft een autorijschool. Hij geeft opfriscursussen speciaal voor ouderen. De 70-jarige mevrouw Jansen uit Vught is één van de klanten. Ja, ik ga weer lekker autorijden. Ik heb een opfriscursus autorijden. En dat vind ik erg leuk. Ik ben al een hele poos niet in Nederland heb ik gereden. Dus ja, dan mis je toch wel eventjes wat in het verkeer. Ik vind het leuk om weer een poosje auto te rijden of althans wat lessen te nemen. Dan voel ik me weer wat, toch wel weer wat zekerder in de auto. De rotondes, die vind ik het lastigst. Wielrijders, bromfietsen, dat ze ook fietspaden hebben waar ze van rechts en links komen. Ook goed rechts in de gaten, die strook komt er ook bij. Ja, komt er nog eentje tussendoor. Ja. Maar nu kan ik. U hebt hem gezien, dat is het belangrijkste. Ja. Ik zie dat mevrouw heel alert is op de rotondes, omdat ze ze goed wil doen. En vooral het rustig naderen, dat doet ze heel erg goed. Dan blijft het overzichtelijk, hè? Dat zie je vooral veel oudere mensen doen die veel te hard overal op afrijden. Ja. En dan moet alles heel snel en dan gaat het fout. Ja, kan je het niet meer zien. Dat ouderen meer ongelukken krijgen blijkt ook uit harde cijfers van het CBS. Van 2007 tot 2013... was 45% van de dodelijke verkeersslachtoffers 60 jaar of ouder. En bij alleen dodelijke fietsongelukken vorig jaar was 67% 60 jaar of ouder. En bij auto-ongelukken was dat 1 op de 4. Maar het probleem oplossen is niet zo eenvoudig. Een van de problemen waar we tegenaan lopen als VVN is van hoe bereik je nou deze doelgroepen? We hebben ongeveer 10% die we direct bereiken, maar de anderen niet. Je ziet ook een groep die vereenzaamt en dergelijke. En daar moet je ze uit tillen. Hè, van we willen wel voor die ouderen doen, maar op het moment als je ze dan niet kunt bereiken, ja, dan heb je ondanks al je inspanningen, de effecten zijn dan gering. Mevrouw Jansen heeft in ieder geval op tijd aan de bel getrokken. Door de cursus voelt ze zich al stukken zekerder achter het stuur. Ik hou erg van autorijden. Ik vind autorijden leuk en ja, sowieso kom je ook niet makkelijk overal. Ik ben alleen, dus ja, je moet dan toch zelf kunnen autorijden en blijven rijden. We gaan bij de verkeerslichten links. Doen van het rijbewijs of van een auto, dat is een heel groot probleem voor ouderen. De mensen hoeven het rijbewijs ook niet kwijt te raken, als ze maar blijven rijden. Nou, we zijn er weer. Ja. Zo is het. Is weer gebeurd deze keer. Oké, bedankt. Tot volgende week. Ja. Was weer gezellig. Okay. Ja. Dag.